De Algemene Werknemersorganisatie, AWO, heeft een akkoord bereikt met de leiding van de Suralco. De AWO-leden kunnen eind mei een vergoeding tegemoet zien. Dit zegt de voorzitter van de AWO, Merwin Leeflang. Volgens hem waren zijn leden via contractbedrijven in dienst van de Suralco. De onderhandelingen zijn gestart in 2014. Leeflang is blij dat hij na 3 jaren onderhandelen dit resultaat heeft bereikt. De AWO-voorzitter benadrukt dat de uitbetaling van de vergoeding niet rechtstreeks zal geschieden. Die afvloeiing kwam, toen hebben wij als vakbond aangegeven van dat die periode waarbij de mensen hun krachten toch wel aan de Suralco hebben gegeven, let wel, niet direct in dienst waren van de Suralco, maar dienstverlening deden aan de Suralco, dat hoe krom of hoe scheef de Suralco toch nog van de mensen hun diensten gebruik heeft gemaakt en dat Suralco toch nog een gebaar kan maken naar deze groep van werkers. Wij zitten nu op het punt als partijen om te kijken van wat zijn de kleine dingen die nog gedaan moeten worden. Want u begrijpt dat vanwege het feit dat de Suralco geen directe werkrelatie heeft gehad met deze werknemers, dat de Suralco geen geld op de mensen hun rekening kan storten. Dus het zou gaan via hun in bedrijven waar ze diensten gedaan hebben. Ondanks dit succes is de AWO-voorzitter niet tevreden over de recente ontwikkelingen tussen de vakbeweging en de overheid. Leeflang zegt dat hij niet persoonlijk aanwezig was bij de acties, maar dat hij deze wel ondersteunt, omdat de werkende klasse het meest getroffen wordt. We zijn achteruit gegaan. Als werkende klasse zijn we achteruit. Je merkt het in die werkloosheid die er is. Je merkt het in werkloosheid. Je komt dagelijks mensen tegen die, om het zo te zeggen, ja wat aan jullie. Je komt meer mensen tegen die zo praten. Begrijp je? Als werkende klasse, het heeft ons geen soelaas gebracht hoor. Deze 7 jaren hebben ons echt niet goed gedaan. Ik ga u zeggen, die inflatie kilt ons. U merkt ook dat die koopkracht afneemt. U ziet het ook aan de indexcijfer van de consumentenprijs van het Statistiekbureau. Dus ik denk dat wij als werkende klasse, we zijn er niet beter van geworden. Absoluut niet. Tot zover Merwin Leeflang, voorzitter van de Algemene Werknemersorganisatie. Hij heeft een akkoord bereikt met de Suralco-directie. De AWO-leden die niet meer in dienst zijn van de multinational kunnen eind van deze maand een vergoeding tegemoet zien.